Even wacht, Hans. Ja. Ja? Oké. Okay. Nou, fijn dat ik er weer mag zijn, hè. En, ja, leuk dat Ruben er is, met de verloofde en de kinderen. En we gaan vandaag even een heel bijzonder woord doen, vind ik. En ik verwacht ook echt dat God straks ook wat gaat doen, tijdens het stuk van bediening en van gebed. Want we hebben een God die leeft en een God die ons vooral ook wil bemoedigen. En, als je aan mij vraagt, ja, hoe moet je deze preek noemen? Dan kan ik alleen maar zeggen, dank u, Jezus. Want dankzij Jezus, dat ga ik straks ook een stukje voorlezen, als wij Jezus aanroepen, dan gebeuren er wonderen en tekenen. Want door Jezus kan de Heilige Geest zijn kracht bijzetten. En door Jezus zijn we bij God teruggekomen. Dus daarom, ik vind het steeds zo mooi als we alleen al denken, wie is die drie eenheid? Het blijft een mysterie. Maar voor de kinderen van God, als we dat echt willen weten, gaan we steeds meer ja, dat zien. Dat gewoon dat allemaal om Jezus draait. En dat we door Jezus de Heilige Geest kunnen ontvangen, omdat Hij ons bij Papa God brengt. En dat Papa God dus de Heilige Geest aan ons geeft. Johannes 3, vers 16, een hele belangrijke. Iedereen kent die tekst misschien wel buiten zijn hoofd. Van al zo lief heeft God de wereld. En dan vind ik het zo mooi. In sommige vertalingen vind ik hem zo zwak uitgedrukt. En dat is zo mooi ook, hè. Wanneer we het woord gaan leven en we gaan lezen, dan lees je soms en dan mis je soms ook details. En daarom is het ook zo mooi dat als mensen zeggen, ken je de grondtekst? Nee, dat wil je onderzoeken. Dan ga je merken dat alles zo bijzonder is wat God zegt, tot in detail toe. Want in de ene vertaling staat bijvoorbeeld zijn ene geboren zoon. En dat geboren, dat is zo belangrijk. Want als je de geslachtgeschiedenis terug gaat kijken, zien we ook dat Adam de zoon van God wordt genoemd. Maar hij is niet geboren. Hij is al gemaakt, gecreëerd, vanuit aarde, vanuit klein. Maar Jezus is de enige geboren zoon. Dat is al bijzonder. Misschien heb je daar nooit echt bij stilgestaan. Maar dat is waar Johannes 3 vers 16 op laat zien, dat Jezus nog bijzonderer is dan Adam. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon heeft gestuurd, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven krijgt. En God waarschuwt eigenlijk ook in die tekst. He, als we dan verder lezen, dan lezen we ook dat daar een waarschuwing in rust. Eigenlijk kunnen we het zo zien. Als we een auto willen rijden, ja, tegenwoordig heb je al kaarten, maar laten we dan gewoon de auto's nemen van 2000 en daarvoor, dan heb je een sleutel nodig, anders heb je niks aan die auto. Hoe mooi een Renault of Ford of Mercedes het ook is, dan kan je wel een stoere sleutelhanger alvast krijgen, maar zonder die sleutel heb je niks aan die mooie sleutelhanger. Wij mogen een sleutelhanger zijn van Jezus, maar Jezus is de sleutel. En als we een eigen Jezus gaan creëren, dan zijn we fout bezig. Dan kunnen we niet geleid worden door de juiste geest. Dan gaan we dingen doen waar God helemaal niet blij mee is. Dan gaan we dingen zeggen en dingen zien die misschien wel van onszelf komen, van de duistere kant. En dat is het gevaar soms van profiteren. En dat vind ik zo mooi. Wanneer Paulus daarop doelt, dan doelt Paulus hè, in 1 Korinthe 14 vers 1 al. Streef de liefde na. Wat zo belangrijk is, die harmonie. Wat Hans net zei, maar dat is vaak juist ook een kracht van de kleine gemeente. We kennen elkaar. We zijn met elkaar begaan. Waarschijnlijk zijn we allemaal wel eens een keer bij elkaar thuis gekomen, omdat het juist klein is. Je bent veel meer op de hoogte van elkaar. Je neemt elkaar mee in gebed. Zoveel pluspunten zitten daaraan. En buiten dat lezen we ook in de Bijbel dat Jezus nooit tot in detail uitlegde wat hij deed bij het volk. Nee. Hij ging naar huis, hij at met zijn discipelen en zijn discipelen vroegen hem dingen waardoor hij dieper les kon geven. Dieper op de inhoud inging van wat daadwerkelijk nou de bedoeling was. En dat is ook de bedoeling wanneer wij studeren. Als wij hongerig worden, dan is het letter niet van eend, dan gaat het letter leven. Dan ga je bijvoorbeeld, wat ik net zei, nee, Jezus is bijzonder, nu snap ik waarom hij de enige geboren is. Waarom hij anders is dan Adam. Want Adam wordt ook een zoon van God genoemd. Maar hij is al gemaakt. En wij allemaal, nakomelingen van Adam, zijn allemaal ook geboren. Ook daarin is Jezus ons voorgegaan. Hij heeft echt letterlijk alles meegemaakt. Van een foetus tot een volwassen man. Dat is ongelooflijk.
We mogen naar hem kijken. We mogen op hem vertrouwen. En dankzij hem kunnen wij profiteren. Omdat hij wil dat wij de gemeente opbouwen. Dat jij jezelf gaat onderzoeken. En in jezelf gaat geloven. Omdat God in jou gelooft. En dan heb je vaak drie verschillende wandelingen. Eigenlijk kunnen we nooit zeggen. Oké, ik ga gewoon zitten en niks doen. En als God op me spreekt, ga ik wat doen. Dat is makkelijk gezegd. We mogen rusten, maar we mogen tijdens dat we rusten in beweging zijn. We mogen wandelen. Het gevaar is ook, hè, dat heb ik ook. En ik denk, Hans heeft er ook een handje van. Je wilt zo graag dat je tegen een burn-out kan lopen. Dat is de eerste valkuil. Je bent wel bezig waar God je voor geroepen hebt, maar je gaat snel. Je gaat zo snel dat je eigenlijk een Abraham bent. Je brengt al een geboorte teweeg en die komt er. Maar het is niet de geboorte die God wilde. Daarom. En wachten duurt lang. Jozef moest al 22 jaar wachten. Jezus wachtte 30 jaar uiteindelijk. Hè? 30 jaar. Mozes die heeft 3 keer 40 jaar moeten wachten op bepaalde belangrijke dingen die hij ging doen in zijn leven. En zo zijn er nog meer. Mannen, vrouwen Gods. Die geduld, die training nodig hebben. Dus voor jullie allemaal hier. Rust een roeping. Maar als je aan mij vraagt, hoe lang duurt dat? Ja, dat kan ik niet vertellen. Maar ik weet wel, God heeft het in het hand. Zoals Ilse het profeteerde over Hans. Ik zeg daar amen op. Dat betekent ja, zo is het. Dat is ook zo. En waarom kan ik dat zeggen? Omdat Hans, die strekt zich uit naar God. Hij zoekt, hij wilt. Daarom is hij ook zo vaak teleurgesteld. En daarom is teleurstelling soms ook goed. Alleen de duivel wil het roven en stelen, wil zorgen dat die teleurstelling bitterheid wordt. Dat die bitterheid zo groot wordt, dat je niet meer christelijk gaat gedragen, maar rebels wordt. We zien dat bij deze arme Absalom. Misschien ook een mooie preek om een keer over te hebben. Dat is een hele bijzondere preek, want Absalom was slachtoffer. Was eigenlijk een hele zielige man. Je hoort wel eens de geest van Absalom, dit zus en zo. Ik heb daar nog mijn vraagtekens bij, want ik denk dat Absalom slachtoffer was van bitterheid, wat geen eens zijn eigen schuld was. Maar tevens wel een waarschuwing is voor mij en voor jou, laat je niet verbitterd raken. Nooit. Dat is de grootste tactiek, denk ik, van de duivel. Want ik denk, iedereen die hier zit, is misschien wel misbruikt, in het ergste geval, door christenen. En dat kan seksueel, maar dat kan ook op een andere vlak. Gewoon van je goedheid, je dienende houding. Dat is ook misbruik maken, waar christenen soms goed in zijn. Oh, die bellen wel, die doet het wel. En dat is niet eerlijk. Dat is gemeen. En dat kan je soms zo'n pijn doen. Dat een wrok in je hart komt. Ik denk zelfs dat de duivel juist, omdat hij de vader niet kan pakken, de kinderen van Gods willen pakken. Om ons geloof kapot te maken. Om ons geloof te breken. Of, je hebt je geloof nog, maar ik doe het wel in mijn eentje. Maar dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel zegt zelfs, verzuim je samenkomsten niet. Daar kan je ook misbruik van maken. Kan de pastoor misbruik maken van dat woord. Maar kom niet, laat het niet verzuimen. De samenkomst heeft ook te maken met vrienden, met broeders. Telefoontje pakken, wandelen. En niet denken, nee, ik vertrouw niemand meer, ik doe alles nog maar in mijn eentje. Want dat is niet hoe de geest van God werkt. Jezus zegt zelfs, waar 2 of 3 in mijn naam zijn, daar ben ik. Hij zegt niet, waar jij in je eentje bent, daar ben ik. Ook al is dat wel zo. Maar hij wil jou en mij bemoedigen. Als er 2 of 3 in mijn naam zijn, dan kan ik krachtiger werken. Dan kan ik je laten zien hoe de geest van God werkt. Want we hebben elkaar nodig. Ik hoop ook stiekem dat ik straks bemoedigd word door 1 van jullie of door meerdere. En ik hoop dat iedereen hier zo'n houding heeft van, oh, ik hoop. Ik heb verwachting. Want God is een sprekende God. God is een God van relaties. En God is ook een God van herstel. Toen ik net zat te kletsen gezellig met jou, Ilse, toen zei ik ook, ja. Ja. Jawel, Nissy. De Heer is mijn banier, op een banier. Hoe mooi is dat? Dat betekent veel voor mij. Maar dat komt omdat ik een relatie heb. Toen ik dat las, hè, weten jullie waar dat staat? Dat God zegt, dat de volk zegt, Jawel, Nissy, Jehovah, Nissy. Dat staat in Exodus. Wanneer Mozes moet strijden. Het bijna niet meer aan kan. Ik dacht dat Ben en dat Hur en Aaron zijn handen zelfs omhoog moesten houden. De Heer is mijn banier. Vroeger, als de soldaten gingen strijden, hè, dat zien we nog wel eens in die films, dan hadden ze een grote banier, een grote vlag voor hun. Die strijden, konden ze zien uit welk land ze kwamen. Dan konden ze zien het wapen van het land of het wapen van de familie. Maar van ons, Yahweh,
Jehovah Nissi. De Heer is mijn banier. Jezus. Het volbrachte werk. Het kruis. Is onze banier. Is onze leiding. En Hij heeft een groot plan met jou en met mij. Met de kinderen. Hij heeft een groot plan. En we mogen erin wandelen. Maar als we er niet in gaan wandelen, maar gaan rennen, lopen we tegen een burn-out. Dat door de gekwetstheid gaat de duivel tot ons praten en voorweten geven om gelijk. En dat gebeurt mij, dat gebeurt ons allemaal, want we zijn maar mensen. En daarom staat er ook rechtvaardig iemand zal vallen, maar weer opstaan. Maar als jij bereid bent om op te staan, bereid bent, ook kan je niet vergeven. Maar wel kan zeggen, Heer, er is iets in mijn hart gekomen waar ik niks aan kan doen. Wat nou als deze arme Absalom dat had gedaan? Want eigenlijk was het ook deels koning David de schuld dat Absalom zo verbitterd werd. Want koning David deed niet iets wat hij moest doen eigenlijk. Maar anders wordt het een andere preek. Dus daar ga ik niet te ver op in. Maar dit is al een schitterend voorbeeld. Misschien ben jij wel een slachtoffer zoals Absalom. Maar maak niet de fout van Absalom. Want dan is het niet dat God zijn belofte niet nakomt. Nee, jij zegt eigenlijk tegen God, ik wil het op mijn manier. Ik wil op mijn manier de belofte. En dan krijg je zoals Abraham, een Ismaël. Maar zo genadig is onze God, is Jezus, dat er ook weer, als je je bekeert, als je weer spijt hebt, is er weer een weg terug naar de belofte. Maar laten we niet vergeten dat Abraham wel Ismaël en Hagar weg moest sturen. Zijn bloedeigen zoon, omdat het anders niet goed ging. En we kunnen wel zeggen, gelukkig deed hij dat. Maar we hebben een relatie met God. Wat een pijn zou Abraham hebben gehad toen hij moest zeggen tegen zijn 13-jarige zoon, er is geen plek meer voor jou. En het was allemaal eigenlijk Abrahams schuld. Dit is niet de wil van God geweest. Maar God kijkt verder. God is bereid om offers te maken. God vroeg Abraham iets wat profetisch was. Ben je nu bereid om Ismaël te offeren aan mij op de berg Moria? En Abraham, wat een godsman. Ja, zei hij. Hij liep daar. Wat zal hij maar niet gedacht hebben? Je maakt me niet wijs dat hij nog zoveel van God houdt en hield. Maar alleen maar wist. Zijn plan is groter dan die van mij. Maar wat zal hij gedacht hebben over God? Dat denken wij ook wel eens. Laat het daarom ook een troost zijn. Is dit nou mijn God? Die mij iets geeft en weer afpakt. Is dit nou mijn God? Moet ik nou mijn zoon eens offer geven? Wat gebeurt hier? En hij loopt naar de berg Moria. En uiteindelijk legt hij zijn bloedeigen zoon daar op het altaar. En dan zegt een engel, stop, niet doen. En hij voorziet in iets. Hij voorziet in een bok. In een zondebok. Die daar vastzit in het struik. Dit was geen toeval. Pas 2000 jaar later. Toen dit allemaal al geschreven was door Mozes. Kwam de profetie uit. Wat dat betekende. Waarom zeg ik dit? Omdat ik nu eigenlijk 10 seconden even stil tegen jou en tegen mij wil zijn. Wat heeft God jou laten zien? Ik maak eerst Koba. Wat heeft God jou laten zien? Nee, persoonlijk. Wat heeft God jou laten zien persoonlijk in jouw leven? Wat heeft God voor jou? Waar ben je voor geroepen? Misschien ben je wel een aanbidder. Misschien ben je wel een profeet. Misschien wel een spreker, evangelist, noem het maar op. Maar waar ben jij echt voor geroepen? Laat dat niet roven. Nooit niet. Dit is het grootste geschenk van God. Waarom? Omdat je geboren bent op aarde met een missie. Amen. Je bent hier niet geboren om een miljonair te worden hoor. Nee, God heeft jou gemaakt omdat hij van jou houdt. Omdat hij van de mensen houdt. Omdat hij de mensen wilt redden. En als jij een miljonair daarvoor moet worden, dan doet hij dat. Dan doet hij dat. Want hij krijgt van hem is alles. Maar we hebben met een vieze tegenstander te maken die wilt roven en wilt stelen. En we kunnen zoveel leren, daarom als we de Bijbel lezen. Nogmaals, als we het niet lezen zoals het staat, inkt, boek. Veel wetenschappers kennen de Bijbel soms beter dan christenen. Dat is alleen maar lezen om te weten, om te weten, om te weten. Hoofdkennis. Nee, God wordt in het hart. God wil hart tot hart relatie. God wil dat je gaat proeven, dat je het gaat smullen, dat je het gaat eten, dat je het gaat kauwen, dat je het gaat herkauwen. Je hoeft niet de hele Bijbel te kennen. Misschien wil God maar dat jij één tekst krijgt die jou zo overweldigt dat je die jaar in jaar uit leest en steeds dieper op ingaat. Steeds dieper de betekenis in kan vinden. Want het woord leeft. Jezus zei ook. De eerste keer dat hij de Bijbel ging openklappen, toen was er nog geen boek, was het een rol.
Toen zei hij het volgende, Lucas 4. De geest van God rust op mij. Hij heeft mij gezalfd tot brenger van het goede nieuws. Om aan hen die lijden en onderdrukt te worden, het goede nieuws, het evangelie te brengen. Mensen die blind zijn, dat ze weer kunnen zien. Mensen met een gebroken hart, weer getroost kunnen worden. Mensen die gevangen zitten, vrijheid te geven. Mensen die gebonden zitten, vrij te maken. En dan staat er iets heel bijzonders, wat niet in Jesaja staat, maar wel in Lucas. En om de genadejaar van de Heer te proclameren. Hij profeteert daar iets. Wat geschreven staat in Jesaja. Wat hij op dat moment uitspreekt. Dat gaat over hemzelf. Hij zegt eigenlijk, en hier sta ik. Ik ben gekomen. Ik ben de genade. 2 Korinthe 13 vers 13. Daar staat ook, Jezus is genade. Niemand is zo lief als God. Want hij gaf zijn eigen zoon. Wie geeft nou zijn eigen zoon? Wie doet dat nou? Abraham wou het echt doen. Maar Abraham hoefde het niet te doen. Het was een beeld van God. En God zei, dit kan ik van geen mens vragen. Maar Abraham, ik heb je trouw gezien. Ik ga het wel doen. Dit is de enigste oplossing. De dood moet verslagen worden. En Jezus nam de dood, de zondes, alles. Want de dood heeft geen recht op de mens gehad. Maar doordat de zonde is gekomen, door die bijt en die appel, is de dood gekomen. Maar de dood is verslagen voor jou en mij. En daarom mogen we nogmaals weten, wij leven met een missie hier op aarde. Want dat is 80 jaar tegenover die eeuwigheid. Maar dat is niet alles. Jij mag leven op een bovennatuurlijke manier. Jij mag naar de mensen kijken, wat? Je mag op een terrasje zitten met een colaatje of met een biertje, weet ik veel. En je gaat daar genieten. He, alles met mate. Ik ga niet zeggen, drink je helemaal zat. Nee, natuurlijk niet. Maar leef ontspannen. Je mag best af en toe een biertje of een wijntje drinken. Paulus zegt het notabene tegen Timotheus. Amen. He? Maar met mate. Paulus zei niet, neem de hele fles. Nee, neem een glaasje. Je zit daar op het terras en je zegt, Heer, ik zit hier omdat ik wil ontspannen. Maar wat zou het mooi zijn als ik een mensenleven mag bereiken. En dan zit je daar op het terrasje. Ik heb het meegemaakt. He? Ruben zit hier gewoon in de sportschool. He? Dat is vet. En zo heb ik nog veel meer mooie getuigenissen. Maar dat geldt voor ons allemaal. Maar dat komt wel omdat ik elke dag als ik naar mijn werk ga en nog steeds, nou werk ik ergens anders, dan zeg ik, Heer, wat zou het fijn zijn als ik over u mag vertellen. En laatst was ik een mevrouw aan het lesgeven en die was via haar man bij mij beland. En haar man had verteld ook dat ik gelovig was. Deze mensen zijn helemaal niet gelovig. En toch willen ze weten, geweldig. Want wat heb ik eraan? Of waar heb ik ook veel aan? Maar wat, in principe, wat heb ik eraan als mensen al gelovig zijn? Leuk, goed, mooi, we bouwen elkaar op. Maar mensen die niet gelovig zijn, die moeten bereikt worden. Die komen waarschijnlijk niet hier. Die gaan niet naar de kerk, nee. Daar zijn wij op hun pad gekomen, zoals we net mogen zingen. Wat Ilse nog zo mooi zei. Oh, wat vreugdevol is het. De voeten die de heuvels betreden om over Jezus te vertellen. God wordt blij van jou als hij naar jou kijkt. En je bent sowieso gered door de genade van Jezus Christus, wat Hans net ook zei. Dat is gewoon zo, het is één en al genade. Je bent gered. Applausje voor God zou ik zeggen, weet je. Je bent gered, dank u Jezus. Ja. Maar nog veel mooier is dat God zegt, wil je ook je leven neerleggen? Wil je leven zoals een David? Zoals een Abraham, zoals een zelfs een Jona, die niet wilde en toch uiteindelijk deed de grootheid van God zag. Ik moet wel eens denken als ik Jona lees. Ik geloof echt dat hij uitgespuugd werd door een vis. Weet je waarom ik dat echt geloof? Anders kreeg hij die koning nooit zo. Nee, maar zo groot is God. Dat God denkt, nou ik ga iets doen dat die koning wel luistert. Ik laat hem opeten door een vis. Ik laat hem uitspugen. Ik kan me voorstellen, weet je. Ik ben aan beelddenken. Dat Jona ineens uitgespuugd wordt. Helemaal het zenuwen. Weet je, dat het op een moment is dat mensen ook lekker staan te kijken van oh wat een mooi uitzicht hier, kijk dan. En ineens zien ze dat daar zo'n walvis, ja lach maar. Maar zo staat het toch geschreven in Jona. Komt er een walvis aan, spugen mensen uit, ze denken wat is dat voor monster, allemaal zeewier komt eruit en weet ik het hoe, alien. Ah. En nu zouden ze meteen Washington DC bellen. Roep de koning, we worden aangevallen door aliens. En er komen nog meer mensen aan, hoge mensen, politiek geleerden zien dat. Hij spuugt zijn zeewier af, hij doet zijn zeewier af en hij zegt, Nineveh gaat met 40 dagen eraan. En hij begint te profiteren. Wow, dat
dat is onze God. Zoveel hield hij van de koning en van deze Ninevees. Hoewel ze heel slecht leefden, hè? Laten we dat niet vergeten. God zei tegen Jona, over 40 dagen vernietig ik alle mensen, alle dieren, heel Ninevee gaat eraan. Want het is een walgelijk volk. Maar, toch doe ik iets om ze te laten berouwen. En ik denk daarom echt, dat het echt gewoon zo, ik geloof sowieso de Bijbel, maar eerst dacht ik wel eens zo, hè, dat is een wonderbaarlijk verhaal. Maar God doet dat. Omdat hij anders de koning niet kon bereiken, lieve mensen. Zo'n lieve God hebben wij. En zelfs Jona wilde niet. Hij stribbelde tegen. En zo graag wilde God Jona gebruiken, dat hij misschien Jona wel eerst heel bang maakte en noem het maar op. Maar hij wilde hem niet bang maken. Hij wist, ik heb jou nodig. En je gaat straks iets geweldigs mooi meemaken. En deze arme Jona had het geen eens door, want het is een van de Bijbelboeken die het raarst afloopt. Ja. Op een gegeven moment redt hij Nineveh. En dan gaat hij in een struikje en zegt, ja, zie je God, ik wist al dat je zo lief was, dat je barmhartig bent. Je hebt het weer teruggetrokken. Laat mij maar sterven hier, ik ben, weet ik veel wat hij allemaal denkt. En soms hebben wij dat ook. God gebruikt ons machtig en we zijn niet eens met de uitkomst van God. Dat is een geweldige profeet, Jona. Hoeveel was het? 120.000 mensen gered? Heel Nineveh gered? En dan hebben we de dieren gered? Waarom dat Jona dat deed? En hij snapte niet wat hij had gedaan. En dan eindigt het boek zo mooi, hè, van Jona. En dan zegt God, jij hebt al spijt van dit wonderboompje die je een dag hebt gehad en nu weg is. Zal ik niet veel meer verdriet hebben als schepper van de mensen die allemaal dood zou moeten gaan? Maar ze hadden echt spijt. Ze hadden echt spijt. En daarom kon God hun vergeven. En God gebruikte Jona daarvoor. Wij zijn mensen die ook zo machtig gebruikt kunnen worden. En misschien worden we wel zo machtig al gebruikt, maar zien we het niet. Misschien had Jona ook wel een grotere droom als dat. Hij wist, ik ben een profeet. Maar ik wil echt. Ja, ik denk dat er hier, misschien niet allemaal, misschien wel allemaal. Ik heb dat ook. Ik ga voor God. Op een gegeven moment ging ik hard, alles klopte, alles lukte. Ik werkte bij een christelijke ding. Op een gegeven moment werd ik als werker gevraagd, ik kreeg een vriendenkring. En ineens uit het niets, moet ik toch werk zoeken in de wereld. Hoewel ik dacht, hè? Heer, ik werk voor u, ik ben hier heel druk mee. Hoe kan dat? Ja, dat snap ik niet dan. Hè? Ik ga door, ik krijg steeds meer strijd. En nu ineens heb ik veel te veel werk op een bord in principe waar het moet even. Maar nu, denk ik, geloof ik, dat ik ook beproefd word, getest word. Hoe graag wil je het worden? En weet je wat ik denk? Dat denk ik echt, dat deel ik gewoon met jullie. Hè? Of misschien heb je er ook wat aan. Dat dit werk wat ik nu doe maar voor even is. Ik heb al veel mensen daar wel bereikt voor het evangelie, maar toch voelt het niet alsof dat mijn werkgebied is. Overal waar wij komen is ons werkgebied. Zelfs als je naar de supermarkt gaat. Als je op de snelweg even stopt. Of als je een broodje haalt bij de benzine. Dat is dan je werkplek. Maar ben je één met zijn geest, hè? Amen. Dus als ik op mijn werk ben en er gebeurt onder een teken, is het niet van, oh, hier moet ik zijn. Nee, dit hoort bij mijn wandel waar ik ben. Maar ik denk dat dit nu voor mij een test is. En waarom? Omdat ik eigenlijk een verwend kind ben. Misschien herkennen we het allemaal, maar ik ben echt een verwend kind. Ik heb eigenlijk een heel makkelijk leven. Weet je? En ik weet nog goed, toen ik spaarde voor spullen, voor kleren, hè? Vroeger had je G-Star, ken je dat nog, Ruben? Dat helemaal in was, G-Star was duur, jongen. Hè? En dan wel die broek hadden van die vakken daar, jongen. Ja, dan kreeg ik één broek van moeder. Als ik er meer wilde in een jaar, ja, dan moet je wel even sparen, want dan kan ik maar 5 broeken verkopen. En ik ging werken, ik ging sparen voor nog meer G-Star broeken. Maar wat was ik zuinig met die broeken, omdat ik besef had hoe duur het was. Als ik dat gewoon kreeg van mijn ouders, wat ze wel eens deden, dat sleet ik gewoon van, ja, mama, ik heb nieuwe broek nodig, is kapot. Oké, we gaan naar Arnhem. Maar toen ik ervoor moest werken, toen wist ik, oh, wacht even, daar moet ik zuinig mee zijn. Op 30 graden wassen, niet 40, dus ook niet te vies maken, gewoon dat hij weer lekker ruikt. Hier, oh, gaan we voetballen? Dan doe ik even mijn trainingsbroekje aan, wacht even, ik moet, snap je? En ik denk dat God mij nu laat werken, als ik straks helemaal vrijgezet word in mijn bediening, dat ik echt erachter kom, hoe gezegend ik ben. Hoe kostbaar dat is om voor God vooruit te mogen gaan. En dat laat hij mij steeds meer zien. En daar ben ik dankbaar voor. Dat is ook de eerste keer dat ik daar echt over getuigd zou in een gemeente. Er zijn maar weinig mensen met wie ik over praat.
In het begin was ik soms een beetje boos op God. Heb ik het al verpest? Heb ik het al dit? Heb ik het al zus? Heb ik het al zo? Dat doet de duivel en je eigen vleesje bij smaken. Totdat ik stil was. Totdat ik ging vasten. Totdat ik wilde weten wat er aan de hand was. Als ik een afslag terug moest, nee, zegt God, nee. Ik ken jou. Ik wil jou iets zo kostbaars geven, dat je ook echt ziet hoe kostbaar dat is. Sinds ik vader ben, ook met mijn zoon. Mijn zoon heeft ADHD, dus ik wil niet meer kinderen. Ik wil al mijn liefde, aandacht, geduld aan hem geven. Want ik wil toch eerst proberen zonder medicijnen dit en dat. Medicijnen, als dat nodig is, sta ik daarvoor open. Want ook God gebruikt dat, geloof ik. Hij geeft wijsheid aan mensen. Maar hij geeft ook geduld aan ons. Hoe makkelijk is het wel niet om meteen te denken, je bent lastig, dit of zus of zo. Geduld is iets wat zo kostbaar is. Daarom staat het ook in de vrucht van de geest. En misschien is geduld wel het moeilijkst voor ons westerlingen. Ja. Ik kijk naar Ilse in Indonesië, denk ik dat de mensen veel geduldiger zijn, of niet? Denk ik wel, of is dat niet zo? Of is dat ook Tjepat? Of is daar... Verschillend. Ja, maar toch, als ik onze cultuur vergelijk met andere culturen, moet die alles snel. Alles moet snel. En in andere culturen zie je toch vaak plan, rustig aan. Zo mooi. Maar daarom is het ook belangrijk, geloof ik, dat we tijd moeten nemen met God. Ik wil een heel bijzonder Bijbelstukje voorlezen. Echt heel bijzonder. En expres gaat het over Petrus. Waarom? Petrus was volgens mij zo'n figuur. Het moet snel, het moet nu Jezus. Hij luistert niet, tjaka, ik hak zijn oren eraf. Wegwezen. Ja, dat lezen we allemaal. Petrus was haantje de voorste. Petrus liet graag zijn spierballen zien. En Petrus kon nooit op zijn beurt wachten. Waardoor hij vaak wel goede dingen zei, omdat zijn hart goed was. Maar hij moest nog wel geslepen worden, net als ons allemaal. En wij mensen moeten vaak onze hoofd goed stoten. Soms is het nodig om voor schut gezet te worden. Niet omdat God dat leuk vindt, maar soms helpt het je. Alles wat duister is, komt ook aan het licht. We hebben het gezien met de Voice. Verschrikkelijk wat daar gebeurt. Maar wat ben ik blij dat het aan het licht is gekomen. Anders waren er nog meer slachtoffers. Maar dat werkt voor iedereen. Niet alleen voor christenen, het werkt voor iedereen. Omdat de Bijbel is niet alleen maar speciaal dat het werkt voor christenen. Nee, zelfs de mensen die toevallig die normen en waarden gebeuren hebben, kunnen daar ook vanuit leven. Alleen ze missen het eeuwig leven. De normen en waarden van de Bijbel is voor iedereen en die kloppen. Maar het eeuwig leven, de genade, is Jezus Christus. Handelingen 12. Vanaf vers 5 ga ik lezen. En dan lezen we over een hele bijzondere situatie. Dat is dat Petrus in de gevangenis is beland. Omdat hij vol is over Jezus. En vervolgd daarom ook wordt. Mensen willen soms dingen niet horen die jij te vertellen hebt. Maar hij luistert wel naar God. Hij gaat door. Hij gaat door, omdat hij weet, de Heer vraagt dit van mij. En daar wil ik ook iedereen mee bemoedigen. Misschien krijg je wel een woord voor iemand. En als die niet echt makkelijk is, omdat iedereen het moet horen, gebruik je wijsheid. Loop dan straks naar iemand toe, om het gewoon face-to-face te zeggen. Maar misschien heb je zo'n mooi woord. En dat je ook wilt dat de gemeente het hoort, zodat ze allemaal getuigen mogen zijn. Zoals Ilse net zo'n mooi woord had voor Hans, dat we getuigen zijn daarvan. Dat als het uitkomt, dat we allemaal zeggen, ja, Ilse heeft het geprofiteerd. Wauw, dat is zo mooi aan het woord. Daarom zegt Paulus dat wat ik net zei in 1 Korinthe 14 vers 1. Streef de liefde na. En de gaven van de geest, maar vooral die van profeteren. Goed. Handelingen 12 vanaf vers 5. Petrus zit in de gevangenis. En dan gebeurt er dit. Daarom bleef Petrus in de gevangenis. De christenen waren voortdurend bijeen en baden voor hem tot God. Dat is barmhartig. Dat is liefde, hè. Dat de mensen... Oh, lekker. Dankjewel, Ilse. En ik moest jullie het geven van Hans. Dankjewel. Daar ben ik blij mee. Dankjewel. Ja, hoop en Nissy krijg ik net. Die hangt in de auto. Mooi, dankjewel. Nee, lief. Maar daarom zeg ik dat net. Daarom maak ik nu, ik ga een beetje einde van de preek al heen. Daarom zei ik dat net. Want Hans zei, hij wist geen eens dat ik hierover ging preken. En dat hij dus zei net. Ja. Een soortje ongeregeldheid, zo hoe Hans is met zijn grapjes. Maar dan zegt hij er wel heel lief bij, omdat hij een grote mond, een klein handje. Ja, maar ja, ik ben de leider, dus zou ik wel het grootste ongeregeldheid zijn. He? En toen dacht ik, wauw. Ik ga straks mee eindigen over dat dus alle mensen aan het bidden zijn voor Petrus. Petrus zit in de gevangenis. En door die liefde, dat ze elkaar kennen. Die intimiteit, wat Paulus zegt, streef de liefde na als eerste. Hij zegt niet,
Maak de kerk groot, laat zien hoe goed God is. Zo je spierballen gaat profiteren, ga handen ziek leggen. Nee, streef de liefde naar en de gaven van de geest. Vooral die van profiteren. Omdat een profetisch woord een leven van een mens kan veranderen. De intimiteit met God kan herstellen of kan verbeteren. Ik verbreek ook elke geest op dit moment van verbitterheid in Jezus' naam. Ook bij mezelf in Jezus' naam. Amen. En dan lezen we dat die mensen waren aan het bidden voor de vrijlating van Petrus. En dan gaat het verder, vers 6. De nacht, voordat Petrus terecht zou staan, lag Petrus tussen twee soldaten in te slapen. Hij was met twee kettingen aan hen vastgemaakt. Voor de deur van de cel stonden ook nog eens twee soldaten op wacht. Maar ineens was er een licht in de cel. Er stond een engel van God. En hij sloot Petrus in de zij. Petrus in de zij. Sta op, Petrus, zei hij. Maak voort. En op hetzelfde ogenblik vielen de kettingen van zijn polsen. De engel zei tegen hem, maak uw riem vast en duw uw sandalen aan. Petrus deed het. Sla nu uw mantel om en kom mee, zei de engel. Zonder na te denken liep Petrus achter hem aan. Hij had niet door dat het echt een engel was die hem uit de gevangenis leidde. Hij dacht dat hij droomde. Nou, dat snap ik. Voordat ik verder lees. Hier staan hele bijzondere dingen. Ik ben iemand die vaak even wil stoppen bij lezen. Omdat we vaak, wat ik net ook al zei, dat je... Daarom is het leuk om verschillende vertalingen te lezen. Dan ga je steeds meer in geboren, of dat sommigen weg hebben gelaten, of andere dingen. Maar hier staat dus dat een christen, zoals jou en mij, vol zijn van Jezus. Hopelijk zijn wij dat ook allemaal, zoals Petrus dat was. Gevangen, omdat je uitkomt voor het goede nieuws. Tussen twee soldaten, en nog eens twee soldaten bij de celdeur, om mogelijk om weg te komen. Nou, Petrus zal zelf al wel hebben gebeden. Wie weet hoe lang die mensen thuis aan het bidden waren voor Petrus. En er gebeurde niks. Je kan wat doen met je geloof, hè. En dat is ook logisch, want nogmaals, de duivel probeert roven en te stelen. Dit is ook een tactiek van hem. Daarom is het goed om af en toe het boekje op gewoon te lezen. Dan zie je dat we altijd God moeten geloven. En vanuit die positie, ineens, dat Petrus misschien dacht, nou morgen word ik onthoofd. Ik kom straks terecht te staan, het is klaar met mij, anders had God me al lang gered. Die gedachten zullen vast door hem heen zijn gekomen. Maar maakte hem niet uit, want hij was bereid om te sterven. Hij had zijn leven letterlijk afgelegd om te leven voor Christus. Dus hij dacht, nou, dit was het dan. En dan gaat hij verder. Zij liepen langs de eerste wacht. Hij en de engel, hè? Petrus en de engel. Zij liepen langs de eerste wacht, toen langs de tweede. En bereikten tenslotte de grote ijzeren poort die op straat uitkwam. En de poort ging vanzelf voor hen open. En zij stapten naar buiten. De engel liep één straat met Petrus mee en liet hem toen alleen. En daardoor kwam Petrus weer tot zichzelf. Ja, ik kan begrijpen dat je denkt, nee, dit droom ik. Dit is te mooi om waar te zijn. Wat gebeurt hier? En dan wil ik ook eens zeggen, waar ik net weer bij stilsta, ik stop weer even met lezen. Waar dacht je net aan? Wat kwam net in je op? Misschien is het weer geroofd. Maar daarom zeg ik, waar dacht je net aan? Want ik bind de geest van roofzucht en noem het maar op. Nee, het is echt. Het was echt. Anders dacht je daar net niet aan. Want we zijn hier samen. We zijn gericht op God. We zijn even niet bezig met wat we straks eten hopelijk en andere dingen. Nee, we zijn nu bezig met geestelijke zaken. Bovennatuurlijke dingen die God in jouw leven wil doen. En nog steeds wil doen. Maar wij moeten aan zijn hand meelopen. Niet voor hem nadenken. Want God kan dat beter dan ons. Echt waar. En we hebben soms aanvallen en aanklachten. Dat is zo, want wij zijn mensen. En we leven in een gebroken wereld. Maar zeg dan, Heer, help mij. Hè? Kom mij ongeloof tegemoet. Want ik wil u geloven. Ik wil niet geloven wat ik zelf geloof. Ik wil u geloven. En dat doe je ook. Want je gelooft in het kruis. En het zegt 1 Korinthe hoofdstuk 1. Als je dat waars verhaal gelooft, laat al zien hoe groot jouw geloof is. Je gelooft het kruis. Dat is al een wonder, hè. Het is dus toch echt, zei hij. Nu weet ik dat God zijn engel heeft gestuurd om mij uit de handen van Herodes te redden. En mij te beschermen tegen de Joden. Hij dacht even goed na en ging toen naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, Marcus. Daar waren veel christenen bijeen om te bidden. Hij klopte aan en een dienstmeisje, Rode, kwam naar de deur. Toen zij Petrus' stem herkende, holden ze weer naar binnen en riep, Petrus is ze. Ze was zo opgewonden dat ze vergat de deur te open te doen. En de anderen zeiden schamper, je bent niet wijs. Maar het meisje hield vol dat het Petrus was. Dan moet hij zijn beschermengel zijn, antwoordde zij.
Mensen waren aan binnen vol geloof. Misschien wel dezelfde persoon die zei. En op dit moment ben ik dat er een engel van God kwam om me vrij te maken. En dat hij straks voor de deur stond. En dan gebeurt het. Ah joh. Ja. Zo herkenbaar. En eigenlijk als ik het zo voorlees ook. Is het zo'n nuchter boek ineens. God wil dat we de Bijbel gaan opsmullen. Nogmaals dat het niet in blijft. Maar dat het gaat leven. Dit klein stukje al. Dan lezen we al die tweestrijd. Tussen mens en bovennatuurlijke dingen. Dan lezen we dat Petrus het niet kan geloven. Pas, nou, een half uur later pas geloof. Denk ik ongeveer. De mensen die aan binnen zijn voor Petrus. Kunnen het niet geloven, hoewel ze erop vragen. Ik vind dit zo'n bemoediging voor jou en mij. En ik spreek elke profetie. In jouw leven, in mijn leven, in de toekomst van deze schitterende kinderen. In de naam van Jezus. Amen. Ik ga eindigen met het gebed. En als je naar voren wil, ik heb olie bij me, dan gaan we bidden. We gaan de hemel naar beneden halen. Omdat we kinderen God zijn en daar recht op hebben door de genade van Jezus. Amen.